Ik ben in Schiphol en de zon schijnt. En wie staat er naast me? Wie ben je? Ik ben Tessa. Hoi. En waar zijn we? We staan op Schiphol en we gaan zo dood, want het wordt een die-in. Ja, we staan hier precies aan de voorkant waar je het Sheraton Hotel ziet staan in iAmsterdam. De mooie grote letters waar heel veel discussie overheen geweest is, ook in Amsterdam. Ze staan nu al hier, maar wij staan er ook met een groepje van. Hoeveel mensen denk je dat er zijn? Ik denk al wel 30. Ja. Het gaat wel drukker worden, hè? Ik hoop het, maar ik denk dat we ook met 30 al impact kunnen maken. Want ik zie dat er ook heel veel echte toeristen zijn. En die zijn ook al naar ons aan het kijken, omdat hier bankjes staan. En vanaf het Laplace terras. Dus zelfs als je met een kleine groep wat gaat doen, dan maak je al impact in ieder geval op de reizigers hier. Extinction Rebellion. En wat doet dat met jou? Hoe ben jij betrokken geraakt? Nou, het begint al heel vroeg, want ik ben geboren in 1987. En dat was natuurlijk ook het uitkomen van het Brundtland-rapport, Our Common Future. En dus ik ben geboren toen we gingen nadenken over hoe we een toekomst konden hebben. En ik geloof niet dat er genoeg veranderd is. Dus ik moet nu strijden voor de toekomst van mij, maar ook van de leerlingen die ik heb. Want ik ben leraar op een middelbare school. Ja, dan ben je 10 jaar jonger dan ik. Ik ben zelf van 77. Wat ik wel merk is, in de afgelopen jaren is er heel veel veranderd. De mensen worden echt steeds meer bewuster, ook over hun leefpatroon, hun eetpatroon, hun gedrag op zich. En dan hebben we het nu over vliegen. Ik vind het wel lastig, want ik denk, de mensen. Wie zijn de mensen? Dat zijn allemaal losse individuen die in een weerwil van hoe ze beïnvloed worden door reclames, commercie, door je eigen behoefte aan comfort, genot, aan een Instagram. Wie is er nou weer op Ibiza? Moet je daar binnen zelf keuzes gaan maken en handelen? Of moeten we zeggen, nou, sommige dingen, dat kunnen we ook gewoon als groep zeggen, dat vinden we niet oké. Bijvoorbeeld 3 keer per jaar vliegen naar afstanden die heel dichtbij zijn. Een citytripje Berlijn met het vliegtuig. We kunnen ook zeggen dat dat niet een optie is. Als het geen keuze is, kan je het ook niet kiezen. Dus er komt dan een betere controle en mensen die krijgen dan wat meer inzicht ook over wat ze reizen en wat hun footprint wordt waarschijnlijk. Ja, eigen controle. Ik ben zelf een beetje meer absoluut. Als we gewoon belasting heffen op bepaalde zaken, als iets duurder wordt, ga je het niet meer doen. Ik ging zelf voor het eerst vliegen naar Australië en daar heb ik een jaar voor gespaard. Want het was €2200. En nu hoeft dat niet meer. Dus het gaat ook over wat is mogelijk. En als iets mogelijk is, dan ga je het doen. Als er een reclame is voor €30 naar Londen, waarom zou je de trein nemen waarbij je moet overstappen in Brussel? Snap je? En je bent 3 keer zo lang kwijt en ook nog 3 keer zo duur. Ja. Ja, dus we moeten andere dingen mogelijk maken, maar ook een paar dingen onmogelijk maken. En als we dus minder vluchten hebben op Schiphol, dan zal Schiphol ook meer moeten heffen op de vliegtuigen die hier willen landen. En de die-in vandaag, want wat doet dat met de mensen om je heen? Wat is dat voor jou? Ik denk echt dat we met elkaar niet doorhebben dat we het einde nabij brengen. En dus daarom moeten we laten zien dat we wel elkaar aan het doodmaken zijn. We gaan op de grond liggen. Het idee is natuurlijk dat de media daar een beetje aandacht aan kan geven, maar dat het heel zichtbaar wordt en dat het steeds groter wordt. Volgens mij hebben we het over 7 oktober. Hè? 7 oktober gaat er echt iets gebeuren. Ja, 7 oktober gaan we natuurlijk voor het Rijksmuseum echt opstand voor het leven. En dat wordt ook meerdere dagen. Dus het kan zijn dat je even aansluit of dat je daar echt gewoon gaat bivakeren. Nou, hartstikke bedankt en heel veel plezier.